Ja, ik ben hier voor sollicitatie met meneer Iel. Ja, Kim Jong, ja, ja. Welk hok? Dit hok is het al. Oh. Sorry, ik moest heel even naar de wc. Pardon. Banger Movies presenteert met gepaste trots... ...doons op een sollicitatie. Natuurlijk, ik kom hier dan aan om 8:30 gewoon. Dan ga ik even met de collega's koffie drinken en normaal. En dan 9:15 begin je natuurlijk met werken. Dan tegen 10:00 word je een beetje geïrriteerd natuurlijk. Dan bel je verder. Word je telkens in de wacht gezet... Ja, ik zoek nieuw werk omdat mijn vorige baas gewoon een klootzak was. Ja, telkens klagen. Hé, word eens wakker man, het is werktijdje. Ik heb ook weekend nodig. Speeltuinen, tiki-bad, paardrijden, ballet, alles. Ja, oh ja, natuurlijk. Mijn antieke nagelcollectie, daar ben ik echt heel groot fan van. Ja, ik spreek ook Engels. Dat is helemaal niet zo heel moeilijk. Ik ben best goed met Duitsers. Ja. Zeker weten, ja. Lachen de tokkies. Dit, natuurlijk, ik kook altijd. Echt vet. Het is je gezin. Oh. Mooie vrouw. Ik heb een aanbieding voor jou, hè. Het is 2 gram. 2 gram gewoon. Wat zeg je ervan? Tientje? €5? €5 omdat je aardig bent. Qua referenties zou je terecht kunnen bij Tristan, Joran, Benno, OJ, natuurlijk ook Volkert en generaal Gaddafi. En ja, die is wat moeilijker te bereiken de laatste dagen. Stil maar jongen, hé, hey, Bardo. Kerel, hoe gaat ie? Ja, lekker. Ik zit nu bij die, hoe heet die nou? Die ene van de... Ja, die! Oh, die oude lelijke... Ja, die zit recht voor mijn neus. Hij kijkt nu heel boos, maar ja, hé, hey, hoe gaat ie? Bardo moet onzin praten. Plopper de plop. Ik plop hem erin. Yo, what up, gast. En als je met meerdere bent, yo, what up, gast. Bedankt voor het kijken naar mijn video. En mocht je blind zijn, bedankt voor het luisteren naar mijn video. Mensen van het goede leven. Het viel me net op dat jij deze video leuk vond, dus doe dan een groen duimpje even, ja. Gewoon doen. Misschien moet je even testen of je muis het nog doet. Klik gewoon op het groene duimpje, dan weet je het zeker. Lekker simpel, toch? Dat was enthousiast. Badalala, droge bek. En verder, laat in de reactie beneden achter wat de volgende 10 don'ts moeten worden. Maar in ieder geval, laat je reactie hier beneden achter met 10 don'ts om ...... En nou niet PUNTJE uit gaan typen, ...... 3 keer, dat is niet leuk. Het lijkt alsof ik aan het vragen ben om kutreacties. En dat doe ik ook, ja. Normaal zou ik nu zeggen, voeg hem ook toe aan je favorieten. Maar dat gaan we gewoon niet doen. Doe een keertje gek. Laat die video gewoon lekker buiten je favorieten. Helemaal aan de rechterkant hier kan je klikken op de bloopers en de outtakes van deze video. Bovenaan staan 10 don'ts in de klas. En in het midden staat de vers 50 song. Gewoon even klikken. Abonneren dan mij kunt u hierboven doen door op het abonneren knopje te drukken. Dan krijgt u wekelijks een update van mij over wanneer mijn nieuwe video er is. Hartelijk dank. Duidelijker kan ik het niet maken. En als laatste, deel deze video met al je vrienden. Met iedereen die aan het werk is, of werk zoekt, of gaat werken, of wat dan ook. Of ademt, of een plant neukt, of een koe neukt. Ja, heb je hem al gedeeld? Ik ga deze vlog afronden. Ik zie jouw haatreactie tegemoet. Ga op mij abonneren hierboven. Geef een groen duimpje. Je voegt hem niet toe aan je favorieten. Laat ik je niet zien dat iemand dit doet. Of je kan in de reactie beneden zeggen welke 10 don'ts er moeten komen. En je deelt hem met al je vrienden. Oh ja, en de video's aan de rechterkant zijn klikbaar. En gasten, ik check jullie later.